Ook deze pootaardappelen zijn de zomer niet best doorgekomen. Het grootste deel kan boer Sloetjes uit Halle weggooien. Dit is gewoon allemaal voer. Dit gaat straks allemaal naar de koeien toe. Kunt er niks mee? Nee, daar kun je niks mee. Nee. Want deze aardappelen hebben zogenoemde doorwas. Dat betekent dat ze uiteindelijk gaan rotten. Straks heb je een aardappel. Dit is goed en dat stukje is weggerot. Allemaal vanwege de droogte dus. In andere delen van Gelderland, zoals hier op de Veluwe, hebben ze daar minder last van gehad. Nou, er is niet overal evenveel neerslag gevallen. De Achterhoek is erg droog geweest, eigenlijk de hele oostgrens van Nederland. Hier op de Veluwe is nog best wel wat neerslag gevallen, zeker de laatste anderhalve maand. Ja, en daardoor ontstaan wel verschillen, zeg maar. Hè. Dus de opbrengsten in Nederland zijn gemiddeld, misschien iets minder dan gemiddeld. Maar zeker in de Achterhoek, daar blijven ze heel erg achter. Dubbele pech dus voor de boeren daar, want de prijzen van bijvoorbeeld aardappelen gaan niet enorm stijgen. Dus hebben ze een mindere oogst en minder inkomen. Waar de grootste frustratie afgelopen zomer in zat, dat is niet het financiële, maar dat is het emotionele. Je wilt als boer, in dit geval als akkerbouwer, wil je een gewas 100% telen. Je wilt het verzorgen, je wilt de bemesting goed doen. Dan zie je dus niet enkele percelen, maar je ziet alle gewassen lijden. Ja? En dan denk je, ja, waar eindigt dit? En die frustratie en die machteloosheid, die heeft echt wel wat gedaan met mij.